De staat heeft een miljoen schuld bij olieleveranciers. Als de brandstofprijs op SRD 15 wordt gehouden, zal de staat 62 miljoen SRD per maand aan subsidie moeten opbrengen. Dit zei financiënminister Armand Achaibashin gisteren tijdens de reguliere persconferentie van de regering in de congreshal. De bewindsman benadrukte dat de schuld is ontstaan door het constant subsidiëren van de brandstof. Ik wens u mee te delen dat als wij de brandstofprijzen houden op 15 SRD, dat wij met z'n allen 62 miljoen SRD per maand aan subsidie moeten opbrengen. En ik zeg met z'n allen omdat die subsidie ergens vandaan moet komen. En dan subsidiëren we dus ook mensen die dat niet nodig hebben. Ik moet u ook meedelen dat de brandstofprijzen al een tijdje gesubsidieerd worden en dat er daardoor een schuld is ontstaan aan de brandstofmaatschappijen van 369 miljoen, circa 369 miljoen SRD. En dit moet terugbetaald worden. Achaibashin zegt verder dat de huidige pompprijs de overheid niets oplevert aan government take. De minister stelt dat in geval de oude prijzen nog gehanteerd zouden worden, er nog steeds gesubsidieerd zou moeten worden. Achaibashin geeft ook aan dat er op financieel vlak een doorbraak is gekomen in de ziekenzorg. Dit komt volgens de beleidsmaker vooral omdat de lichtdagtarieven met meer dan 100% zijn aangepast. De verhoging moet volgens de bewindsman ook betekenen dat de kwaliteit van de zorg geoptimaliseerd wordt.